luisteraars, welkom bij het programma. Wist u dat? Het is weer woensdagmorgen en op de 22e van de maand juni. Ik introduceer bij u wederom op deze vroege woensdagmorgen de heer Edward Belfour. Meneer Belfour, een goedemorgen. Ja, goedemorgen meneer Botsen, goedemorgen luisteraars van Radio Tamsko Nasomitan. Meneer Belfour, het wordt serieuzer lijkt het wel in Suriname, want gisteren zijn er nog wat protesten geweest bij het parlement en de president van Suriname. Kunt u daar het een en ander over vertellen? Ja, dus ik had ze ook al voorgehouden. Alles wat nu gebeurd is, wat ik had voorsteld voor deze regeerders. Maar ik vind het zo jammer, ik zit in de coalitie. Ik zie gevaren komen, ik meld ze tijdig. Ik geef ze ook oplossingen. Ja, ik draag oplossingsmodellen aan. Ze kunnen niet zeggen, ja, Belfour liever alleen kritiek. Nee, Belfour komt met oplossingsmodellen. Maar ja, ze willen die oplossingen niet... Ja, implementeren. En dan krijg je dus dat de mensen dan heel teleurgesteld zijn en dan gaan protesteren. En gisteren waren er twee groepen. Eén die groep van Brokoponde. Ja, je weet, er zijn 13 dorpen daar onder water gezet. De mensen zijn getogen naar het parlement en het kabinet van de president. En deze dingen... had ik de president en ik had de regering ook voorgehouden van de mensen zullen het niet pikken. Alles is onder water. Ik heb die beelden zelf gezien op Nationaal Nederland. Ja, en het is mensonterend, ja, dat je inwoners zo behandelt. Een staatsbedrijf, staatsolie beheert die dam, spaart het water op, dat zijn woorden van de mensen. En uiteindelijk, als men ziet dat het een gevaar wordt, dan laat men die kleppen open. En de president had ook gezegd, ja, van, ja, dan kan je daar een geld verdienen. Die dure dieselmachine van IBS kun je dan uitschakelen. En dan kunnen we besparen. En dan kun je dus energie opwekken, meer energie. Dus dat betekent meer geld. Niet wetende, of ja, ik wist niet of hij het wist, van, hey, er zal een probleem ontstaan waardoor, waar dan je dan die kleppen zal openlaten met alle nare gevolgen van dien. En nu zijn het 13 dorpen al 3 maanden onder water. En toen het probleem zich voordiet, heb ik ook oplossingen aangedragen. Er waren dus jungle trainingen hier gepland. Ik heb ook gelijk gezegd, stop alles. Roep hulp in van bevriende naties, Amerika, Nederland, Canada. Zijn bevriende naties die hulp kunnen bieden. Maar vooral reserveer alvast die 180 miljoen Amerikaanse dollar. Die staatsolie heeft gestort in staatskas als er zijn winst. Reserveer dat voor de ondergezette gebieden. Zodat de mensen de geld hebben om iets te kunnen doen. Maar evacueer de mensen vanuit die locatie. Alles is onder water. Dorpen onder water, huizen onder water, gezondheidscentra, scholen onder water. Niets is daar meer goed. Maak een inventarisatie, heb ik toen gezegd in het parlement, van alles wat daar vernietigd is geworden. Die 180 miljoen Amerikaanse dollar zal niet genoeg zijn, maar is dan een begin. Ondertussen zoek je fondsen, zoek je hulp van mensen om een tenten te zetten op andere gebieden, zodat de mensen daar tijdig kunnen gedijen. Ja, heb ik ook aangegeven, want niet zo lang terug, een paar jaren terug, was een situatie in Haiti en de Amerikaans leger had achterstanderij hier helemaal in orde gemaakt om Haitianen op te vangen. Ja, zo'n situatie had ik graag dat de regering van Suriname zou doen voor de mensen van Brokoponde, die 13 dorpen. In plaats daarvan, de president pakt het vliegtuig, gaat rustig naar het Caribisch gebied. En na 2 maanden pas
gaat de president even daar een paar uurtjes en weg is hij. Ja, het was de begrotingsbehandeling. ik kwam daar in het parlement, ik kom met oplossingen weer. Zelfde oplossingen draag ik aan. En een van de laatste momenten van die begrotingsbehandeling komt de NDP met een motie om gelden te kanaliseren naar die dorpen. Wij van de ABOP had altijd een policy van, als het iets goeds is voor de samenleving, dan stemmen we voor. Al is het een motie van de oppositie of coalitie toen. Ja, we zaten in de oppositie. Als het een motie van de coalitie, als het iets goeds is voor de samenleving, stemmen we voor. Wat is mijn verbazing? Die hele ABOP-fractie heeft tegengestemd. Ik was de enigste van de ABOP-fractie die voor die motie heeft gestemd. En achteraf zien wij van, hé, de vicepresident gaat naar Brekoponde, zegt het is staatsolieschuld en dit en dat, tot nu toe zijn er geen gelden voor de mensen. Terwijl die motie juist bedoeld was om gelden vrij te maken voor de mensen, een deel van de 180 miljoen te reserveren. En zo zie je hoe de regering werkt, omdat het de motie van de NDP is, tegenstemmen. Al is het goed tegenstemmen. Wel, ik zeg u, als de VNDP en als de ABOP iets moois wil zien, laat de NDP met een motie komen om de reisboeren in die kering meer geld te geven. Deze VHP gaat voorstemmen. Dat is het. Want het komt toch de reisboeren ten goede, het komt toch de gemeenschap ten goede, maar nee, ABOP, ik weet niet wat met ze gebeurd is, maar ze hebben tegengestemd. En het zijn jouw mensen die daar verzuipen. Dus heel vreemd. Ook dat van die verpleegkundigen. Van Diakonessenhuis en RK-ziekenhuis. Ze hebben tijdens de begrotingsbehandeling actie gevoerd. Ik was daar, ik was in de verpleging. Die vliegramp van 89 heb ik live meegemaakt. Ik was leerling verpleegkundige in het academisch ziekenhuis. Die dag had ik de nachtdienst. Ik was op de eerste etage werkzaam. Ik zag het vliegtuig voorbij vliegen. Enkele minuten daarna hoorden wij een patiënt en ik, ja, die daar lag, had een radio, een rode radio, hoorden wij vliegramp. Ja, en ik ken de verpleging. Het is de grootste ramp in Suriname. Dus de verpleegsters nu, ze hebben hun leven op het spel gezet tijdens coronatijd, COVID-tijd. Hun COVID-gelden hebben ze niet ontvangen van Diakonis en RKZ. Ze vragen ook die 70% salarisverhoging. En dat was tijdens de begrotingsbehandeling. De vicepresident is gekomen en zegt, oké, het wordt in orde gemaakt, we laten u niet in de steek. Ik heb dat aangedikt in het parlement. Ik kom ook met oplossingen, want er is een nijpend tekort aan verpleegkundigen, specialistische verpleegkundigen. Ja, de mensen gaan weg. Ik heb toen als oplossing aangedragen, geef ze een behoorlijke salariscorrectie. Want de regering heeft toch de rechterlijke macht een behoorlijke salariscorrectie gegeven. Dus de verpleegkundigen verdienen dat ook. Want ze zetten elke dag weer hun leven op het spel. Ik heb toen gepleit, geef ze een forse salariscorrectie. 1, 2, zorg ervoor dat nieuwe mensen komen, maar geef die leerlingen een stipendium à la de recruten van de KPS, BBS, KPA, brandweer, de recruten, om ervoor te zorgen dat mensen geïnteresseerd worden om het verpleegkundig beroep te komen aanleren en uit te oefenen, want het is een mooi beroep. Niets daarvan. Ja, ik zeg ook van, stel die een serviceopleiding van het academisch ziekenhuis weer in. Heel goede opleiding. De lokalen zijn er nog, de docenten zijn er nog. Maar wat is het, wat maakt dat die opleiding niet meer nieuw leven ingeblazen kan worden? Dus al die oplossingen heb ik aangedragen tijdens de begrotingsbehandeling. En de regering die schuift al die oplossingen terzijde om te zeggen, Belfort valt ons aan. Nu is men doende een wet. De terugroepwet te repareren om mij uit het parlement te krijgen. Enkel omdat ik de zede van het volk kies. Het volk heeft mij daar geplaatst. Het volk heeft gestemd op mij. Ik ben in het parlement. Ik doe niet aan criminaliteit. Ik heb niets verduisterd. Ik heb niet met staatsgelden gesjoemeld.
ik doe niet aan drugs. Enkel doe ik mijn werk als parlementariër. Ik praat namens het volk. En dat hindert de regering. En ze zijn bezig die terugroepwet te repareren om mij eruit te halen. Dat is eigenlijk parlementaire dictatuur waar men komen vestigen. In een democratisch land, in het democratisch bestel wat wij hebben hier in Suriname. Het lijkt eigenlijk op een soort criminele organisatie wil men nu introduceren van je bent lid van een partij, maar de partijraad bepaalt om jou uit het parlement te krijgen. Ja, ja. Dus met andere woorden, wat je eigenlijk monddood gemaakt is de muilkorf dat wil men introduceren. Ja, ja. Ik wil straks daarop terugkomen, meneer Belfort. Eerst nog eventjes. Dus dat protest dat er geweest is gisteren bij het parlement, dat waren dus mensen van Brokopondo en de verpleegsters. Ja, ja. Ja. Hoe staat het met die verpleegsters? Wat is het probleem? Nou, er staan die protesten, want ze hebben gezegd, ze gaan niet weg. Ze blijven daar totdat er een oplossing komt. Kregen ze een telefoontje van ja, die stukken van hen zijn bij financiën. Dus dat soort van smoesjes worden verteld om de mensen zoek te houden. En de mensen zijn het beu. De mensen, weet u, wanneer moet je een verpleegkundige, afverpleegkundige die na 4,5 jaar opleiding, ja, beëdigd is geworden, krijgt nou niet eens 6.000, niet eens 5.000 SRD. Niet eens 5.000 SRD. Een specialistische verpleegkundige die in de OK werkt. Ja? Eentje die in de. Eentje die dus met patiënten omgaat. Speciale patiënten, zeker een patiënten, bloeddrukpatiënten. Ja? Zij die dus bij de gynaecologie werken. Specialistische verpleegkundigen. Krijgen niet eens 6.000 SRD uitgerekend eind van de maand. Weet je wat dat betekent? Dan hebben ze gezinnen, anderen hebben een huisje te betalen, anderen hebben auto af te lossen. Ja, ze moeten elke dag netjes gekleed zijn, ja, aan het werk komen, heel gemotiveerd zijn. Het is toch niet te doen? Het is toch niet te doen? Waarom tellen de regering nog om deze mensen te behouden? Want overal ter wereld zijn de Surinaamse verpleegkundigen en artsen gewild en ze gaan weg. Er is een brain drain in plaats. Ik kom met oplossingen. Ik zeg de dingen hoe ze zitten, ik draag oplossingen aan. Het bevreemd mij dat de regering zo wil handelen. Om de mensen zo te laten, om te zeggen, bij verklet, we gaan hem uit het parlement halen. We gaan die terugroep dat repareren. Partijraad, jij krijgt een mandaat om iemand te regeren. Het is vreemd. Het is eigenlijk de muilkorfwet introduceren. Deze verpleegkundige, de artsen, we moeten dat koesteren. Kijk, wanneer je gezond bent, dan weet je niet hoe belangrijk een verpleegkundige of een arts is. Totdat je merkt van, ik moet naar het ziekenhuis, want ziekte, niemand wil ziek worden. Maar gelooft u mij, als het eens gebeurt, klopt het, laten we het afkloppen, dan pas merkt u hoe belangrijk een verpleegkundige is. Ja, dan pas gaat u de verpleging waarderen. Ik zat erbij, ik weet precies hoe de verpleging in elkaar zit. Ik heb u gezegd, ik heb die grote frieklamp van 89 meegemaakt, live meegemaakt. En ik moest in het spoedeisende hulp ook assistentie verlenen daar aan de gewonden die binnenkwamen. Zoveel lijken daar in het lijkenhuis. Alles heb ik gezien, 89. Ik was een jonge man. Maar het is nog gegrift in mij, op mijn harde schijf. Begreep je? En we willen zoiets niet hebben. We willen onze verpleegkundigen, onze artsen koesteren. Ja, laat de regering inkomen. Laat de regering het werkklimaat voor deze groep, deze speciale groep, goed ordenen. Zodat de mensen met plezier aan het werk komen en wat ervan overhouden. Het is verpleegkundigen. Het is niet makkelijk wat ze meemaken in het ziekenhuis hoor. Van A tot Z, de verpleegkundige is rechtstreeks. Ja, als die arts weggaat, is de verpleegkundige de verantwoordelijke daar. Voor alles en nog wat. Als er wat gebeurt, moet de verpleegkundige ingrijpen. En de arts rapporteren of de arts adiëren om advies te vragen. Dat is de verpleegkundige. De artsen vertrouwen de patiënten aan de verpleegkundige rechtstreeks. Ja? En dan moet je die mensen toch koesteren. Dan moet je die mensen toch goed beoordelen. Want niet iedereen kan verpleegkundige worden. Niet iedereen kan verpleegkundige worden. Het is een ieder beroep. Het is een roeping wat je krijgt om ik ga dienen. Ik ga mijn medemens
helpen in nood, in ziekte. Weet je wat dat betekent? Iemand die heel veel, heel veel besmettelijke ziekte, die verpleegkundigen kunnen ook besmet raken. Nu in deze COVID-tijd, een COVID-gelden hebben ze nog niet ontvangen. Van Diakonias, van ARK ziekenhuis. En het is niet veel, het is geloof ik 100 zoveel. Het is beschamend. Het is beschamend als je hoort hoeveel ontberingen een verpleegkundige moet ondergaan om zeg maar zichzelf in stand te houden. Ik was in een verpleging, ik weet precies, ik weet er alles van. Ik weet één kleine fout dat een verpleegkundige maakt, is die patiënt overleden daar. Dus die verpleegkundige moet zich ook altijd bijscholen, even als de arts. Wat vorig jaar gold, hoeft niet dit jaar meer te gelden, toch? Dan moet je bijscholen. Dat is verpleging, dat is artsenpraktijk. En die specialisten, tig aantal brieven geschreven. Verpleegkundigen, tig aantal brieven geschreven. Actie gevoerd aan doofemaars oren. Het is vervelend zo, toch? U heeft in elk geval gezegd, die protesten die waren er. Kennelijk is er van naar buiten gekomen hoe het parlement, hoe de president hierop gereageerd heeft? En wat gebeurt daarna? Ja, de mensen zijn dan met een kluisje naar de riet gestuurd om te zeggen, hé, het komt in orde bij DNA ook. Zoveel petitie al ingediend bij DNA vanaf 2020. Weet hoeveel groepen daar zijn gekomen? Petitie, buschauffeur, noem maar op, reisboeren, petitie, verpriesters, iedereen petitie, politie zelf heeft actie gevoerd, meneer Botsen, in grote getallen. Gelopen van het Keizerstraat. Voor het eerst heb ik dat meegemaakt. Dan weet je wat het betekent, hoe Suriname nu in elkaar zit. De politie is toch onze beste kameraad, moet toch waken voor onze rust en onze veiligheid. En de politie zelf heeft actie gevoerd. Dus het is nijpend de situatie, meneer Bos. Ik lief niet, ik kan mensen bellen en dan gaat u het horen. Ja. Ik heb begrepen in dat ding. Dat u daar ook een ontmoeting had met ex-minister van... Diana Pocky. Diana Pocky heb ik ontmoet van Brokkoponde. En kijk u, Diana Pocky heeft niet veel gesproken, maar is de ABOP... Ik schaam mij wat de ABOP aan het doen is. De ABOP is bezig haar eigen glazen in te slaan. Harde werkers. Diana Pocky is niet gewoon gekomen. Elke keer weer heeft Diana Pocky voor die zetel van ABOP gezorgd in Brokkoponde. En wat doet men? Men heeft het de land uit gestuurd. Wat doet men nu? Men probeert mij de land uit te sturen. Harde werken in Paramaribo. Voor het eerst heeft ABOP zetel gehaald in Paramaribo. Tot 2 maal toe, dankzij mij. Ik was landelijk bezig. Maar kennelijk heeft men nog niet door hoe hun coalitiepartner werkt. Een coalitiepartner laat je eigen mensen, ja, om zeep brengen zogenaamd. En straks zie je bent helemaal verzwakt. Maar gelooft u mij, ABOP gaat die 9 zetels niet meer halen. En dan worden ze boos als ik het zeg. ABOP had geen zetel meer in Brokkoponde in het Saramakaans gebied. Ik ben toch in die groep, ik hoor die vuizes toch. ABOP had geen zetel meer, ABOP gaat dalen van 9 naar beneden 5. Door hun eigen handelen. Door hun eigen beleid wat ze hebben gevoerd naar de gemeenschap toe. En daarvan houdt hun coalitiegenoot de VHP. Jij wil je mensen weghalen, jij wil Diana Pocky weghalen, is goed, oké. Okay. Men heeft Diana Pocky gedwongen om die brief te schrijven, ontslagbrief. 2 dagen voor haar eenjarige Amstermijn. Gedwongen, gebeld, bedreigd. Ja, een pokje moet je het verhaal vertellen. Als vrouw, dat doe je een vrouw niet aan. Iemand die gewerkt heeft, zwaar gewerkt heeft, campagne heeft gevoerd voor de ABOP. Ja, bij dag als bij nacht, een vrouw in boten, over rivieren, over kreek, over soelas gaan. Om de ABOP zetelwis te geven. Ja. En na zetelwis, dan doe je dit met een vrouw. Het zijn elkaar zijn vrouw. Hoeveel mensen waren er ongeveer vandaag? Wat er gaande is, hè? Ja. Wat kunt u? Er zijn 6 stammen in het binnenland.
zes stammen waarvan de Salamakaanse stam de grootste stam is. De grootste stam is de Salamakaanse stam. En wat doen ze? Ze hebben een Salamakaanse dame, de belangrijkste dame van Abo, Salamakaanse dame, de laat uitgestuurd. Die Salamakaanse gaan zich bundelen. Die zijn ze bezig met mij. Ik ben half Salamakaans. Mijn Salamakaanse familie gaat het voor me opnemen. Je gaat weer naar Guyaba gaan, toch? Je gaat weer naar Guyaba, je gaat weer stemmen willen hebben van de Salamakaanse, toch? Denkt men dat de Salamakaanse dom zijn? Ze zien alles toch, ze zien alles. De Salamakaanse zeggen, oh, alleen ook kaders zijn in sleutelposities. Alleen ook kaders zijn in sleutelposities. Dat is niet aan de orde. Ik ben toch in die groep, hoor. Mm-hmm. Hoeveel mensen waren er ongeveer, als je dus nagaat dat er dus mensen uit het binnenland waren, dus uit Brokopondo, en er waren natuurlijk ook verpleegsters daar. Hoeveel mensen waren er in totaal die protesteerden in de stad? Die groep van die verpleegsters was het grootste, hè. Die mensen van Brokopondo zijn dus vertegenwoordigers van de gezagdragers en die dorpen, 13 dorpen. Dus niet iedereen van Brokopondo is gekomen, anders zou men een straat massameeting, het plein zou te klein zijn, het onafhankelijkheidsplein zou te klein zijn om de mensen van Brokopondo te kunnen accommoderen. Dus men hier dus van dorpen, wat ik denk hoor, alle dorpen zo een groep mensen meegenomen. Ja, maar die groep verpleegkundigen, die was het groep, die heeft gelopen en je kunt het ook op social media zien. Trouwens, alles is op social media te zien. Ik schat zo die groep verpleegkundigen misschien 500 mensen en die van de mensen van Brokopondo misschien een 250-300 mensen die daar waren. Ja. Maar goed, dit is kennelijk het begin van de protesten tegen, behalve natuurlijk de politie die ook al geprotesteerd heeft daarvoor. Maar de regering die krijgt het benauwd, zeker wanneer men zegt dat Suriname, wat economie betreft, behoorlijk achteruit gegaan is. Ja, de regering gaat het benauwd. Kijk, men zegt in het Nederlands, mooi Nederlands spreekwoord, kruik gaat zo lang te water dat zij breekt. Iemand heeft net zo lang geduurd dat het ophoudt. Ja, en huishoudens, die kunnen draaiende houden als je genoeg verdient, als je geld hebt. Als je geen geld hebt, toen ik terugreed, sprak ik met een verpleegkundige van Jaconesse Huis. Die heeft drie kinderen, jonge kinderen. Wel, het is niet maas wat die vrouw meemaakt. Ja, ze zegt, ik kom niet uit mijn bijbaan, ik moet bijbanen gaan zoeken. Dat is de A-verpleegkundige. Bijbanen gaan zoeken, ze verdient nog niet eens 5000 SRD. Ze is al 6 jaren, gediplomeerd. Ze verdient niet eens 5000 SRD, 3 kinderen. Dan heeft ze een huishouden te draaien. Dan heeft ze nog schulden. Ze moet licht water betalen. Nutsvoorzieningen. Ze moet elke dag netjes gekleed komen. En ze zegt mij, meneer Belfort, er zijn nog mensen in het ziekenhuis die 2000 SRD verdienen. Hulp en krachten verdienen nauwelijks 2000 SRD. Hoe komen die mensen uit? In deze moeilijke tijd waarbij alles duur is. En als de mensen protesteren, dan kom je daar met leugens om de mensen weer zoek te houden. Of je schenkt geen aandacht aan de mensen als regering. Het is toch niet te doen? Kom de mensen tegemoet, want die mensen hebben op jou gestemd, toch? Ik begrijp de regering niet hoor, want ik zie het gevaar dat gaat komen, meneer Botsen. Gelooft u mij, ik kan het noteren. De mensen gaan zich bundelen, de verpleegster, de mensen van Brokopondo, iedereen, taxichauffeur, buschauffeur, er gaat een grote protestactie uitbreken. Maar niemand hoort het meer vol. Weet je wat die buschauffeurs meemaken? Meer middelen zijn omhoog gegaan, remmen, klutsplaten, pressure plates, alles is omhoog gegaan. Om een bus opnieuw te spuiten, heb ik me laten vertellen, is 50.000 SRD. Om bus te laten spuiten opnieuw. Een 26-personenbus. Ja. Rieven een band. Banden stegen met honderden SRD's. En die banden hebben ze nodig om misschien een maand, 2 maanden, het hangt er vanaf hoe vaak die bus rijdt. Moet je dus die banden verwisselen, remmen verwisselen, klusplaten verwisselen, enzovoort. En dat alles, kijk niet met
egelen met honderden, anderen met 2000 SRD. Ja, ja. Dat is niet te doen binnen een paar dagen hoor. En die bus, die prijzen, je kunt toch die passagier niet eens uitbuiten. De overheid subsidieert die bustarieven niet meer. En die buschauffeur, die heeft toch een huishouden, die heeft toch kinderen, die heeft toch schoolgaande kinderen. Waar denkt de regering aan? Al deze dingen moet je toch denken al eer je zegt van oké, ik verhoog de brandstofprijs, ik verhoog met de brandstofprijsverhoging, gaat alles omhoog. Melk en melkproducten, brood en broodproducten, en meelproducten, alles gaat omhoog. Met andere woorden, het volk gaat niet meer te eten hebben toch? Ja, ja. Dan moet je denken, en al die dingen zeg ik aan de regering, en men ziet mij als vijand. Ja, u had het al eerder erover. Dat men u als vijand ziet. We hebben met een vooraanstaand lid, geloof ik, van de ABOP gesproken. Ik ben even zijn naam kwijt. En Ravenberg. Meneer Ravenberg, ja. En ja, hij zegt, hij geeft in feite aan dat de ABOP wil hebben. Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar hij geeft het wel aan dat de ABOP eigenlijk wil hebben dat u daar niet meer voor hen in het parlement zit. Maar dan moeten ze wachten tot de volgende verkiezing toch. Ik ben voor 5 jaar gekozen door het volk. Dat is simpel toch? Ja, dat is geen probleem. Maar als men praat over terugroepwet, ja? Als men daarover praat, dan is het de bedoeling dus dat na een verkiezing mensen gewoon uit het parlement weggehaald kunnen worden door bestuursleden of door partijgenoten, kan dat? Dus dat is men aan het regelen, he. Dat, kijk, gesteld u meneer Botsen, u bent gekozen 25 mei 2025. En de voorzitter of enkele bestuursleden vinden van nee, ik had graag die andere persoon, boei nummer 2, had ik graag binnen, maar meneer Botsen is binnen gekozen, weet u wat? Maar Botsen, je moet niet bewilligen. En hij zegt nee, ik ben gekozen, ik ga bewilligen. Dat is alles goed, ik kan bewilligen, maar dan ga je regeren. Dan beleggen ze een partijraad en dan bent u gereerd, u krijgt een deurwaarders exploit thuis en dan bent u weg. Terwijl het volk op je heeft gestemd. Maar is dat democratisch wat ik bedoel? Kan dat wel? Is dat onderdeel van de democratie? Is het niet zo dat de rechter hier een halt toe aan kan roepen? Dus men heeft duidelijk gezegd, moment in die deurwaarde exploit in handen hebt, bent gecorreerd en dan stuurt men die stukken snel naar CAS en dan is men bezig met uw vervanging. Zo ondemocratisch is men bezig. Dit is de democratie om zeep helpen, meneer Botsen. Ja. Enkel om Belfort uit het parlement te krijgen, maar het gaat iedereen treffen toch? Ja. Het gaat alle leden treffen. Ja. Dus ik weet niet wat men, wie men heeft geadieerd, wie men adviseert, maar dit is lijnrecht met de democratie. Ja. Lijnrecht. Het staat de democratie, dat staat daar in de grondwet. Vrij meningsuiting. Ik ben daar gekozen door het volk, het hoogste college van staat. Voor 5 jaar ben ik gekozen. En omdat ik praat namens het volk, maar niet. Als men zou zeggen, Belfort functioneert niet goed, Belfort praat niet namens het volk, dan gaat men een punt. Maar dat niet. Dat niet. Ik praat juist. Ik functioneer juist goed. Men probeert mij niet de mond te snoeren. Ik ben zelf uit de ABOP-appgroep weggehaald nadat ik kritiek heb geleverd op meneer Obert Kadapin, fractieleider, die binnen Wip en Zucht vandaag gevraagd bijvoorbeeld overmorgen percelen gehad. Dan mag ik niet, ik moet dat goed praten, meneer Botsen. Ik moet dat goed praten. Nee, zo ben ik niet. Ik daag ze uit, laten ze een lijst produceren met al die DNA-leden die vanaf 2020 percelen hebben gehad en het volk in de steek heeft gelaten. Weet je wat de slogan van ABOP was, meneer Botsen? Kansen voor kansarmen, gelijke kansen voor iedereen. Wanneer men daar komt in het bestuur van het land, dan is men vergeten dat men kansarmen had beloofd dat ze een kans zouden krijgen en de kansen gelijk zouden zijn voor iedereen. Dat vergeet men dat. Over 5 jaar gaat men weer naar het volk. Ja. Ziet u?
En dat zijn de dingen, daarom gaat dit land niet vooruit. Daarom zeg ik, er moet gewoon een einde gemaakt worden aan een oud politiek systeem. Aan patronaatse politiek. Aan friends and family beleid. Dat zeg ik. Dus er moet een nieuwe beweging komen. Trouwens, men is bezig. De nieuwe beweging is bezig. En al deze dingen, het volk ziet dat, de jeugd ziet dat, de kiezers zien dat ook. Daarom hebben zoveel mensen kritiek geleverd op het voornemen van de ABOP om de terugroepwet te gaan wijzigen. Kijk, als ik weg was gegaan uit de fractie, of ik had een aparte fractie opgericht, dan was dat goed. Ja. Om die en die moverende reden, hallo Ben Voorweg, hij is de fractie, verlaten, hij is een aparte fractie, hij is een andere fractie, dat niet. Ik blijf daar en ik zeg u precies wat wij hadden beloofd van, kijk u wat u doet. Ja. Ik heb het niet beloofd, ik heb ze vooraf gezegd toch. Mm-hmm. Meneer van de ABOP, Ravenberg, die gaf ook aan, dat in feite u dus wel zegt dat u met voorkeursstemmen bent gekozen, maar die stemmen die zijn verdeeld over twee mensen, zegt hij, in het parlement. Hij zegt van, eigenlijk kunnen we zeggen van, meneer Belfort die is niet vanwege zijn positie daarin gekozen. Het is de ABOP die sterk was in Paramaribo, dat die, en dat die twee mensen gekozen zijn. Dan kan men toch die stemmen naar iemand anders gaan. Er waren toch 17 in Paramaribo. Maar Ravenberg was ook in Paramaribo. Toch hoeveel stemmen heeft hij gehaald? Dan kunnen we die stemmen naar hem toch zijn gegaan. Kijk, na mij, de persoon op die lijst die na mij meer stemmen heeft gehaald ook, was mevrouw Priscilla Donza. Heb ik gebracht hier bij dat 2000 stemmen gehaald. Ik heb Priscilla Donza, men noemt dat Pukosani, naar ABOP gebracht. Ik heb haar gebracht, zij was bij 3. Ik heb haar gebracht, ze heeft zoveel mensen voor ABOP gebracht. Maar daar praat ik niet over. Ik heb zoveel campagne gevoerd voor ABOP, landelijk. Landelijk was ik bezig. Die verkiezingen van 2014. Daar heb ik veel sponsoren gehad. Ja. 2,2 miljoen euro heeft men gezet voor die verkiezingen voor ABOP 2015. Ja. Wat zijn de grootste problemen op dit moment in Suriname, waardoor Suriname niet alleen economisch er slecht voor staat, maar ook wat betreft de armoede, is geloof ik het tweede of derde armste land is in Zuid-Amerika. Op Venezuela en Haiti na zijn we armste land, ja. Niet op Venezuela na zijn we armste land in Zuid-Amerika. Maar Caribisch gebied Zuid-Amerika, op Haiti en Venezuela, het is jammer toch. De grootste problemen zijn eigenlijk het vriendjesbeleid, friends and family beleid, corruptie. Corruptie, onderschat die corruptie niet. Het is er, het floreert nu. Meer dan ooit tevoren, corruptie, friends and family beleid. Dat zijn de twee grootste dingen. Eigenlijk het niet hebben van daadkracht van de regering. Ja, en binnen 2 jaar, als u zou komen hier, kan ik in alle 12 resorten met u gaan wandelen. In Paramaribo, kan ik naar Wani, kan ik komen weer, eigenlijk naar alle districten. U gaat horen wat het volk zou zeggen. Niemand praat goed over deze regering, daarom weet ik dat deze regering dat niet weer gaat halen. En ik zeg, de ABOP haalt geen 9 zetel meer, dan wordt men boos. Als ik zeg dat de VAP geen 20 meer haalt, maar beneden de 10, dan wordt men boos. Maar men moet de handen in eigen boezem steken, toch? Kijk waar die fouten heb gemaakt, toch? Ik heb ze tijdig gewaarschuwd wat ze moeten doen, maar ze luisteren niet. Ze denken, ach, ze hebben de wijsheid in pak. Ik praat maar, zij zitten aan de macht. En voor een korte periode zit hij daar. 5 jaar zijn snel, trouwens zijn die 5 jaar meer. Dat zijn nog 2 jaar, verkiezingsjaar wordt niet meer geteld. Eerst de helft van 2025 komen de verkiezingen. En de ABOP is zo stom, althans ze denken niet na, laat me dit zeggen. Ze zien niet in dat de VHB ze straks de land uit kunnen sturen. Dat zien ze niet in. Maar er is ook, ik kan straks al die 5 ministers van ABOP bedanken. Het is benoemd en hij ontslaat, hè. Ik bedank aan die 5 ministers en dan zit hij daar te kijken in. Hij belegt 1 keer per maand een regeringsvergadering. En dan is de VP daar in het
maar niemand komt daar meer. Nee. Ik kreeg ook het beleid niet meer te zien. Trouwens, niet al is het een probleem voor hem. Niet al is het. Dus men zo bekrompen dat men niet inziet dat de VHP jou juist stimuleert om jouw mensen, ja, jouw harde werkers weg te zetten. Ja, zodat je verzwakt wordt en straks als een zwakkeling naar de verkiezing zal gaan met minder zetels. Dat zien ze niet in. Welke VHP'er heeft VHP bedankt in deze periode, in deze 2 jaren? Ja. Niemand. Ja. De ABAP heeft mevrouw Pokkie met ons bedreiging allerlei dingen gezegd om te bedanken. Hij is een brief geschreven. Pokkie, de sterke vrouw van ABAP in Brukkepont, de Sipaliwini. Overal was Pokkie geliefd. Ja? En nu zijn ze bezig met Belfort. Wat doe je? Je slaat je eigen glazen in, toch? De politieke tegenstander of de politieke coalitie genoemd van jou, die lach je uit. Zeg, ai, de klarikba. Ja. Je gaat eindigen met 3 straks, misschien met 3 vier, dat is de NPS. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk gigantische problemen. In het parlement is, zeg maar, de begroting al behandeld. Ja, is al aangenomen, toch? Ja. En zijn er ook punten meegenomen waardoor de problematiek die er op dit moment is, onder andere van het water en van de verpleegster, is daar ook iets over gezegd en gedaan? Wat gaat men doen? Gezegd wel, ik heb gezegd. De andere leden hebben ook gezegd, vooral van Brukkepont, meneer Asabina. Leden van de NDP hebben gezegd, zij zelf met een motie gekomen om Brukkepont geld te geven. En wat hebben ze gedaan? De motie van de tafel geveegd. Deze coalitie, ja, onder aanvoering van de VHP en de ABAP heeft meegestemd tegen die motie. Weet je wat dat betekent? Weet je wat dat betekent? Geld dat naar Brukkepont zou moeten gaan, dat wees je af als ABAP'er. En morgen willen de mensen weer voor jou laten stemmen. En al die dorpen, 13 dorpen van Brukkepont. Die mensen hebben toch familie in boven Suriname? De mensen van Brukkepont hebben toch familie in Para? Hebben toch familie in Wanica? Hebben toch familie in Paramaribo? Je gaat toch naar die mensen straks om stemmen? Denkt u dat die mensen dom zijn? Iedereen komt naar mij. Ik ben in contact met die mensen. Daarom zeg ik, de ABAP gaat nooit meer nee gezien. Dus gelooft u mij. Beneden 5 komen ze. Kennelijk door macht gedreven. Zijn ze machtdragen geworden. Waardoor ze niet inzien dat ze nu al op minder dan 9 zetels zitten. Je gaat mevrouw Pokkie, die aanhang van Pokkie is zo groot. Al die Sramakaren hebben zich gebundeld. En ze praten niet meer. Ze kijken rustig. Ze wachten rustig naar dat moment. Dus dingen worden gezegd, maar niet gedaan. Er zijn zoveel gezegd, zoveel adviezen gegeven aan deze regering, meneer Botsen. Als deze regering een luisterend oor had naar adviezen, waren we in deze situatie beland. Maar de president en de vicepresident die waren zich goed kennelijk. En dan luisteren ze niet meer. Waardoor de situatie steeds nijpender wordt voor de mensen. Dat gisteren de verpleegsters op straat zijn gekomen. Dat de mensen van Brukkepont op straat zijn gekomen. Denkt u dat Nederland dat niet heeft gezien? Denkt u dat de leiders van het Caribisch gebied dat niet hebben gezien? Denkt u dat meneer Joe Biden, ja, grote broer toch, dat niet heeft gezien? Het is op internet toch, en straks is er een CARICOM-top in Suriname hier. Ja? CARICOM-top, al die mensen weten wat er gaande is hier. En wie weet wat voor actie gaat volgen tijdens de CARICOM-top hier in Suriname. Straks, in van deze maand, is er een guest summit in Suriname. Wie weet wat voor actie zal volgen die dag. Hij is er maar met 2 mensen met borden. Het is een schande voor jou toch? Hij komt er maar 5 mensen van Brukkepont met borden en teksten van wie niet helpt. Wie niet helpt, our government. Our government, help us. Help us. Dan heb je al een slechte naam gehad van al die gasten die gaan komen straks. En die verpleegsters komen. Wie are the nurses of hospital? Ja? Government, we need help. Ze zetten teksten daar voor die buitenlanders. Weet je wat voor schande dat is naar de regering toe? Terwijl die CARICOM-leiders hier zijn? Dat soort dingen kunnen toch volgen?
waarschuwt van tevoren, van kom die mensen tegemoet. Doe wat je moet doen als regering. Ik heb tijdig aangegeven. Ook adviezen gegeven hoe ze kunnen inspelen op de noden van de mensen. Maar ja, men ziet mij als ja, ben verplicht. Ik klets. Ik ben er al. Ja, dus dit zijn de problemen van de dag van vandaag. En hoe denkt u dat deze zich zullen ontwikkelen? Zullen er ja, misschien toch wat positieve dingen gebeuren of niet? Wat ik zie is dat de regering tijd probeert te rekken door zittenpraatjes en ondertussen de prijzen van de brandstof omhoog schroeven. De dollar, al die prijzen gaan omhoog. En maken ze het niet druk, want ze voeren toch IMF-maatregelen? Wat zegt u? De IMF-maatregelen? Die worden er gewoon doorgevoerd, want men is toch naar IMF gegaan. Ja. Oké, wat mij betreft ben ik klaar. Heeft u nog iets aan dit gesprek toe te voegen? Ja, en dat is dit, dat wij als Surinamers het heel jammer vinden dat dit zover is gekomen na ampertjes 2 jaar na de verkiezingen. Zien wij dat de regering niet bij machten is om de zaken te implementeren die beloofd waren. Vandaar dat de mensen te ontevreden zijn. Grote sponsor, meneer Imro Mangli, heeft de VHP de rug toegekeerd. De verpleegsters, de mensen van Brugge-Ponde, doorsneevolk, die wil deze regering niet meer, is moe. Wat ik de mensen wil meegeven, voelen ze geen hoop. Ik heb gesproken met mensen van de Nieuwe Beweging. De Nieuwe Beweging, dat is een beweging die opgezet wordt om Suriname uiteindelijk op spoor te helpen. Men heeft iedereen nodig, Surinamers van de GHP, van de ABOP, van de NPS, van de NDP. In elk geval mensen die dus geen vlekken hebben, geen nepotisme zullen ambiëren en al dat soort van dingen. In en buiten Suriname hebben ze Surinamers nodig. Ik heb een paar gesprekken met ze gevoerd. Ze hebben me nodig, maar ik zit voorlopig bij de ABAP, heb ik gezegd. Dus de nieuwe beweging gaat straks gelanceerd worden. En dan weet men dat de nieuwe beweging er is om Suriname na 47 jaar op spoor te helpen. Ja. Door af te kappen met alle politiek. Okay. Dus laten we geen hoop verliezen. Laten we de moed bij elkaar houden om te zeggen, er is hoop. Er is hoop voor Suriname. Goed, meneer Belfort, ik wil u danken voor het feit dat u weer het een en ander heeft willen zeggen in dit programma, wist u dat? De mensen die hebben van u gehoord wat ze misschien niet wisten. Ik wil u hartelijk dank zeggen nogmaals en tot de volgende keer. Oké, dank de gelegenheid geboden en ook aan de luisteraars bedankt en tot bels. Oké, beste luisteraars, dat was dus de bijdrage van de heer Belfort vanuit Suriname, DNA-lid. Ga verder met muziek.